De Nationale Democratische Partij heeft gisteren in Oezeer een ALV en kadermeeting in verband met de huidige situatie in het land gehouden. Voorzitter van de partij in Vergelijk Simons zei tijdens haar toespraak dat in Suriname men politiek en bestuur anders moet gaan doen. Ik ga u zeggen, de NDP en vele andere Suriname, we weten precies wat we moeten doen in dit land. Zodra komt het van travasie, dat we het beter hebben. Maar wat houdt ons tegen dan? NDP heeft gezegd, wat ons tegenhoudt, is een vastgelegde politiek in Akondroja. En daarom hebben we gezegd, een van de belangrijkste dingen die we moeten gaan doen, boycott een plan en dat we doen maar, is dat we ervoor zorgen dat we change assisteren. Het naleven van wet en regelgeving is van bijzonder belang, want als je de wet niet naleeft, met de referentie, dan stort jouw democratie elke dag in elkaar. Als je de wet niet geldt, kom maar met de kazani, voor Jan Chan en Aleman. Ja, is een wet niet geldt die Jan Chan en Aleman, maar we hebben verschillende wetten voor verschillende mensen, dan heb je geen democratie in je land. We hebben dus gezegd dat wij als partij een democratische rechtsstaat willen nastreven en dat we ons aan wetten willen houden. Maar dat betekent ook, en dat hebben we vanmiddag ook aangenomen, dat we ook dus nodig hebben een rechterlijke macht, die eerlijk, vrij van politieke druk en beïnvloeding haar werk kan doen. Bijzonder belangrijk. Waar rechterlijke macht in Juan Condre noemt de andere voeten van een politieke partij. En als dat, als je zin dat misschien je ook doet. We maken altijd de uitzonderingen. Want de electriciteit met die dappere mensen die niet onder de schoen van die partij zitten. Dus we maken uitzondering voor hen. En onze politieke visie als NDP a belang voor a Condre. Knap omhoog heerlijk a belang voor niet opnieuw met Wansma of zelfs boven het partijbelang, en partijbelang. Het belang van die samenleving is het hoogste belang. Dat hebben we vanmiddag aangenomen. Deze opdracht die we aan het bestuur en aan de hele partij hebben gegeven, is een aanzet. Het is een aanzet, het is de eerste stap. Want alles aan nu maar change van de ene op de andere dag. Maar het is niet alleen voor de NDP. Het is een oproep van de NDP aan heel Suriname. En vooral aan mensen die vinden dat ze leiding willen gaan geven aan dit land met Unija. Ondersteun. Volg dit proces. Volg deze beweging naar goed bestuur. Volg deze beweging naar eerlijk bestuur. Want één persoon of één partij gaat het niet kunnen doen. Jullie allemaal hier, maar alle den trasma in de konde. Wie zien nou dat nu? Wie zien dat NDP? Wie zien dat tegen UNO? Maar ik denk dat we het over één ding eens moeten zijn. In Suriname moeten we op een andere manier politiek en bestuur doen.